Dames en heren, een hele goede middag. Als u kijkt via het derde kanaal van Fox Sports, dan zijn we bij u vanuit Doetinchem. Het toneel, zo hoopt iedere Ajax ziet van de kampioenswedstrijd van Ajax. Ajax, de koploper na 33 wedstrijden. 81 punten gehaald, dat is meer dan onder welk seizoen van Frank de Boer ook. Maar het is tot nu toe nog niet genoeg gebleken voor het kampioenschap, want PSV heeft gelijke tred gehouden. In alle opzichten, beide ploegen 25 overwinningen. 6 gelijke spelen, slechts 2 nederlagen. Het verschil wordt gemaakt door het doelsaldo. Dat is in het voordeel van Ajax. Een verschil van 6 goals. 80 om 20 voor Ajax. 85-31 voor PSV. En als je daar conclusies aan wilt verbinden, terwijl verdediger Veldman het beeld inloopt, dan kun je toch zeggen dat het verschil gemaakt is dit seizoen door de degelijkheid van de Amsterdamse defensie. Uiteraard komt er altijd wat extra spanning bij kijken bij zo'n kampioenswedstrijd. Want iedereen weet dat het moet gebeuren. En dus wat extra spanning, ongetwijfeld, bij de Ajaxiden. Alhoewel ze de laatste jaren de meeste ervan, althans natuurlijk al wat kampioenschap hebben meegemaakt. Zoals de aanvoerder Davy Klaassen. Zoals Veldman. Zoals Sillissen. Voor de Graafschap is de uitgangspositie buitengewoon eenvoudig. Het is de laatste thuiswedstrijd van het seizoen in de reguliere competitie. De Superboeren hebben het uitstekend gedaan na de winterstop. Staan 17e en wat er ook gebeurt vandaag. Ze blijven 17e. Vrijdag is het voor de Graafschap natuurlijk pas echt weer belangrijk. Want dan begint de na-competitie met een wedstrijd tegen een MVV uit Maastricht. Het uitvak helemaal vol met Ajaxiden, maar hier en daar op de Vijverberg wel wat plukjes. Supporters van Ajax, seizoenkaarthouders van de Graafschap, die in één klap hun seizoenkaart konden terugverdienen. Door dat kaartje te verkopen aan een vriend of collega uit de regio Amsterdam. Concentratie met Davy Klaassen. Niet in allerbeste doen de laatste weken, maar wel veel belangrijke doelpunten gemaakt dit seizoen. Björn Kuipers was afgelopen donderdag nog leidsman in de Europa League. Hij gaat deze twee ploegen voor. Het zou dus de kampioenswedstrijd moeten worden voor Ajax op de Vijverberg. En de Graafschap heeft geen belangen meer in de Eredivisie. Het kan vrijuit voetballen. Het kan zich concentreren op heel blijven. Driver moet oppassen dat hij niet tegen een gele kaart aanloopt. Want voor de Graafschap begint het komende vrijdag natuurlijk tegen MVV, de na-competitie. Voor Ajax is er eigenlijk alles te verliezen vandaag. Een wedstrijd waar altijd wat extra spanning op zit, een kampioenswedstrijd. Het zijn zelden mooie wedstrijden. Voor de Amsterdammers stelt vandaag maar één resultaat. Bij een overwinning zijn ze normaal gesproken zeker van de titel. Gezien het verschillend doelsaldo met PSV. Dat normaliter in Zwolle niet meer te overbruggen is. Een vol uitvak. Maar het zijn zeker niet de enige Ajaxiden in het stadion. Daar links achter de goal. Mooie ontknoping natuurlijk op de laatste speeldag. We kijken even naar de opstelling. Jurjes in de goal. Vreeman heeft ervoor gekozen om zijn sterkst mogelijke elf het veld in te sturen. Prupper is geschort. Daardoor staat Straalman achterin. Voorin moest Cas Peters passen. Vrijdag zal hij er weer bij zijn. Maar geen risico genomen met de spits El Jebli. Eigenlijk een middenvelder. Staat naast Vermeij. In de aanval van Jan Vreeman. Van Ramon Sanchez Pizjuan, het stadion van Sevilla, naar de Vijverberg. Kuipers maakt het allemaal mee in een halve week. Vloot een foutloze wedstrijd afgelopen donderdag. Frank de Boer heeft deze opstelling eruit laten rollen. Eigenlijk geen verrassingen
twijfelde even om toch met drie verdedigers te gaan spelen. Tegen de twee spitsen van de Graafschap. Maar heeft toch gekozen voor de vaste achterhoede. Waar Dijks terugkeert na een schorsing. En voorin, dat is misschien wel opvallend, houdt Tjerny na die goede wedstrijd vorige week. Tegen FC Twente, waar hij de score opende, houdt Tjerny zijn positie. Prima veld. Daar heeft de Graafschap alles aan gedaan. Het is uitgebreid gesproeid. Daar waren ze in Amsterdam een beetje huiverig voor dat ze dat zouden nalaten om het veld wat stroever te maken. En er wordt afgetrapt met een hagelnieuwe wedstrijdbal in de Eredivisie. Deze derbystar moet de komende jaren dienst gaan doen in de meeste stadions. Zondag 8 mei, de aftrap van wat dus de kampioenswedstrijd moet worden voor Ajax. Het is warm op de Vijverberg, dik boven de 25 graden. Is Frank de Boer op weg naar zijn vijfde kampioenschap als trainer van Ajax. Daarmee zou hij Rinus Michels en Louis van Gaal passeren. Fraaie eerste actie van Tjerny. Die dolt daar even drie man op de zijlijn. Klaassen sluit aan. El Jepeli verovert de bal op Goedelje. Dijks stevig. Van de Pavert stevig. Maar allemaal fair en op de bal. En daar gaat El Jepeli. Goedelje is wat sneller. En die bal is uit geweest. Ja, het is toch ook wel een beetje in de stijl van de streek. Gewoon eraan doorvoetballen met de sterkst mogelijke. Niet nadenken over wat er misschien zou kunnen gebeuren. Goedelje. Aangepakt door Kolhof. Er is een hoop nieuw. De bal is nieuw. De uitshirts van Ajax zijn nieuw. En wat vertrouwd is, is natuurlijk het horizontale shirt van de Graafschap. En dit karakteristieke stadion. Sitchek kleunt erin tegen Tjerny. Driver met wat ruimte en snelheid. Driver en Sillissen. Sillissen heeft haast met de bal in de richting van Milik van de Pavert. Kijkt goed naar die bal. Goedelje pikt op. Komt hier de eerste dribbel van Younes. Younes met de voorzet. Niemand bij de tweede paal. De voorzet was wat te hard en te scherp bovendien. Ja, Tjerny is weer gaan liggen. Die heeft toch wat last. Meer dan dat. Wat een stevig inkomen van Sitchek. Maar hij ging daar toch zelf ook wat labberkakkerig in. Je moet daar natuurlijk wel een beetje op beducht zijn dat er zo'n verdediger aankomt. Jezelf een beetje beschermen. El Ghazi, hersteld van de liesklachten, zou zijn logische vervanger zijn. De 18-jarige strompelt even naar de zijlijn. Dan kan hij de pijn verbijten. Gaat in ieder geval weer proberen, Tjerny. Goedelje. Corner in ieder geval voorkomen. De inworp is voor de Graafschap.
mikpunt is ongetwijfeld voor mij, de lange spits van de Graafschap. Smeets. Straalman. Vervanger dus van Prupper, die zijn 10e gele kaart kreeg. Ja, de laatste keren dat Ajax hier op bezoek kwam was het vaak een walkover. Ajax scoorde maar liefst 28 keer in de laatste 5 visites aan de Vijverberg. Staat tegenover dat de Graafschap in het kalenderjaar 2016 thuis heel weinig verliest. Sterker nog, maar 1 keer. Tegen Heerenveen met 0-1. En bovendien had Ajax het in de eigen arena ook lastig met de Graafschap. Werd het uiteindelijk 2-1 door een goal van Bazour, een hele fraaie. El Jebli, dat is een gevaarlijk indraaiende bal, maar Sillissen attent. Lastig in te schatten misschien met de zon tegen. Milik niet bereikt. Milik überhaupt nog niet bereikt in de eerste 6 minuten. Daar ligt de ruimte. Sicek. Czerny is absoluut niet fit. Sicek met de voorzet. En zo trekt de Graafschap waar mogelijk gewoon ten aanval. Niets terugtrekken. Tactiek die ze bijvoorbeeld ook hanteren tegen PSV. Dat eindigt in 3-6. Dat is een spektakelstuk. Dit was de voorzet van El Jebli. Corner. Verlengd, onbedoeld waarschijnlijk door Goudelje, teruggelegd en Vermeij met de eerste kans van de wedstrijd. Prima start van de thuisploeg. Waarbij opvalt dat Vermeij toch behoorlijk wat ruimte daar krijgt in het 16 meter gebied van Van der Hoorn. Speelde nog een half jaartje voor jonge Ajax. Vermeij. Zo. Daar wordt Goudelje stevig in het gezicht geraakt, dat hoorde je. En Kuipers, die er nog wat dichterbij stond, hoorde het ook. Zo, daar de schouder vol op het jukbeen van Goudelje. Dat ziet er slecht uit. Kuipers wees gelijk richting de dokter. Wat misschien de ernst van de situatie nog wel het best van iedereen in de gaten. Hij ook niet helemaal loogselfris. Goudelje geraakt en dat allemaal in de eerste 8,5 minuut. Excuses van Vermeij, dat is netjes. Had oog voor de bal, uiteraard. Er is geen opzet in het spel. Maar het kwam wel aan bij Goudelje. Dit was Sicek, stevig. Het geeft aan dat de Graafschap niets cadeau doet vandaag aan Ajax. Daar komt Vermeij. Oog op de bal en dan is de botsing, omdat hij 15 centimeter langer is. Met de schouder tegen het hoofd onvermijdelijk, maar Goudelje is weer terug. Bij hem lijkt het ook weer te gaan.
Hier een kopduel gewonnen door Vermeij, El Jebli, Smeets. Dachten te kunnen volleren. El Jebli, Vag blijft omlaag. Voorzitter is wat hard, maar daar is de Graafschap met Driver. Er was niet echt iemand in de buurt van Mitchell Dijks, maar kon daar blijkbaar ook geen risico nemen. En dus weer een corner voor de Graafschap. En zo is het in de eerste 10 minuten zo. Dat de superboer op de helft van Ajax voetballen, waar je het misschien andersom had verwacht. Milik, bal kwijt en Smeets kan het proberen. Schot geblokt. Sitchek. Van de Paarvaart staat er nog, wint het kopduel, maar deze is voor Siddersen. Nee, het loopt nog niet bij zijn ploeg in de openingsfase. Goedelje. Serrero wint het duel van Driver, Tjerny. Terug naar de Zuid-Afrikaan. Hier is Václav Tjerny weer. We zijn de hemorrage in de kiem gesmoord door Sitchek. Het klassieke recept van een verdediger die even wil laten weten dat hij er is tegen een jonge aanvaller. Even een tik uitdelen in de eerste minuten. Het was een Sitchek dat deed bij Tjerny. En één keer door in de richting van Milik, maar daar is ook Jurjes. Straalman. Wil. Terug naar Straalman. 19 jaar pas de centrale verdediger. Smeets. Aparte wedstrijd natuurlijk komende vrijdag voor Smeets. Die jarenlang in Maastricht voetbalde bij MVV. Losjes naar de linkerkant gegeven. Naar Driver. Kan de voorzet geven. Van Doorn. Smeets. Oh, naar de glijpartij. Daar had Younes niks mee te maken. En dan kan Ajax nu counteren. Met Milik. Milik van de Paarvaart voor zich. Milik, linkerkant, wordt natuurlijk afgeschermd van de Paarvaart. Want die weet ook wel waar de kracht ligt van de pol. In dat linkerbeen. Sterk verdedigd door de aanvoerder van de Graafschap.
Ja, die wederopstanding van de Graafschap in de tweede competitiehelft. Toch een beetje aan de hand van Vermeij, die er inmiddels 9 heeft gemaakt in de Eredivisie. De Graafschap tot de winterzonderbreking 5 punten, daarna 17. Dus directe degradatie voorkomen. Dat is van de nummer 6 van de Jupiler League van vorig jaar. Eigenlijk gewoon een geweldige prestatie. Wel of niet gevaarlijk spel. Milik heeft hem nu wel voor zijn linker. Zou het kunnen proberen natuurlijk. En Younes buitenspel. En dus gaat dit niet door. De vlag ging omhoog vanaf het moment dat die bal voor de voeten kwam van Amin Younes. Nou weet iedereen ook zo ongeveer wel waar de extra Ajax aanhang zit. Als we nog eens kijken naar dat moment. Milik op zoek naar ruimte om uit te halen met die linker. Ruimte gevonden. Redding Jurjes, maar op het moment dat Milik schoot, stond er Younes dus buitenspel. Hier is Younes weer. Younes, nu in de lange hoek en nu telt hij wel. Het is 1-0 voor Ajax. En weer die kleine dribbelaar die zo belangrijk is geweest de laatste maanden. Daar de directie van Ajax. Weer een belangrijke rol voor Younes. 2 keer een assist. Een doelpunt vorige week tegen Twente. Zojuist dacht hij de score te hebben geopend. Maar nog geen 30 seconden later telt hij wel. Als je eigenlijk wel weet wat hij gaat doen. Maar het past precies. Fraaie goal. Van Younes. Zijn 8e. En de meest belangrijke. Snelle goal, dat helpt natuurlijk in zo'n kampioenswedstrijd. Zorgt voor rust. Maar als de Graafschap zo blijft voetballen als ze in het eerste kwartier deden, dan weet Ajax wel dat ze er nog niet vanaf zijn. Czerny. Ziet Czech voor zich. Bewegingen van de jonge Czech. Corner Ajax. Ja, even voor dat doelpunt van Younes de vraag of hij buitenspel stond op het moment dat er geschoten werd. Nou, Younes bij lange na niet. Maar dan zou het hinderlijk buitenspel geweest moeten zijn van Klaassen. In de baan van het schot. En als dat het oordeel is van Kuipers, ja, dan kan hij hem afkeuren. Younes natuurlijk absoluut geen buitenspel. Maar als Jurjes daarvan hinder ondervond van die positie van Klaassen, dan is het terecht. Maar het zou ongetwijfeld veel meer discussie hebben opgeleverd als Younes niet 30 seconden later die bal erin had geschoten. Ajax staat voor, maar speelt slordig. Vandaar dat hij zich veelvuldig meldt aan de zijlijn, Frank de Boer. Komende week de Ajax-directie meer duidelijkheid verschaft over zijn toekomst. Het contract van de Boer loopt overigens nog een jaar door. Zwakke bal van de Pavert. Zo in de voeten van Younes. Milik Klaassen is helemaal vrij in het 16 meter gebied. Moet Milik eerst die bal nog vrij hebben. Oh, Ziyech eronder door. Czerny.
Mooie beweging van Tjerny. Klaassen. Daar bleek uiteindelijk geen ruimte voor die combinatie. Serrero als eerste bij de bal. Milik de lucht in. Jurjes ook. Die mag zijn vuisten gebruiken. Smeets. Beetje goed geluk naar voren gespeeld door Sijek en dus balbezit voor Ajax. Weer een foutje van de Pavert. Klaassen pikt op. Tjerny heeft geen last meer van het tikje dat hij kreeg in de openingsminuten. Goudelje lijkt ook weer redelijk vrij uit te kunnen spelen. Milik. Schot van Milik. Ruim naast zijn ogen. Ja, een trademark. Amin Younes doelpunt eigenlijk. Deze, de dribbel naar het rechterbeen. Nou, waar de algemeen directeur van Ajax het vroeger dan in de korte hoek deed, kiest Younes toch vaak voor de lange hoek. De technisch directeur uiteraard. Viergever onderschept. Lichte overtreding van Milik die van de Pavert een beetje uit balans bracht. Scoorde niet tegen Twente. Dat is bijna uitzonderlijk in de tweede competitie zelf. Want Milik kende er daarvoor een geweldige serie als het gaat om het maken van doelpunten. Younes. Zo lichtvoetig, Younes. De bal is niet helemaal over de zijlijn, dus kan Milik nu verder. Klaassen overgeslagen, want hier is Tjerny. Staat er nog beter voor, Tjerny. De bal niet geweldig onder controle. Younes is een element in het eerste kwart van de wedstrijd. Dijks. Voorzet van Dijks. Dijks nogmaals heeft nog af te rekenen met Smeets. Nu is het de Graafschap dat de eigen helft niet meer afkomt. Dijks. Dijks, Milik voor zijn tegenstander. En wat een reflex van Jurjes. Ajax halverwege de eerste helft dicht bij de 0-2. Ja, de Graafschap is met de goede bedoelingen uiteraard aan deze wedstrijd begonnen. Maar goed, die wedstrijd van vrijdag natuurlijk wel in het achterhoofd. En als je dan met 1-0 achterkomt, ga je dan toch misschien wat vaker aan denken. Milik met een uitstekende loopactie. En bijna was het 0-2. Klaassen. Serrero was een afzwaaier.
Niet de eerste keer dat het spel stil ligt in de eerste helft. Ja. Vreeman wil natuurlijk met de sterkst mogelijke elftal wel veilig aan de bak. Younes was in de eerste 10 minuten nauwelijks aan de bal, maar daarnaast, zoals gezegd, opdreef. Er zijn er niet veel in de Eredivisie die handiger zijn in de kleine ruimte dan linksbuiten van de Amsterdammers. Koolhof staat weer. Koolhof heeft natuurlijk het grootste gedeelte van het seizoen gemist door een zware blessure. Zal ongetwijfeld zijn best willen doen. Zijn vader speelde immers 5 jaar. Voor de enige nog overgebleven concurrent van Ajax, PSV. In de jaren 80. Maar ze gaan natuurlijk geen risico met hem nemen. Het is een vrije trap voor de Graafschap na hensbal van Veldman. Ik denk dat het voor Koolhof ondertussen einde wedstrijd is. Even een laatste overleg daar, maar er is al behoorlijk wat beweging aan de zijlijn. De Graafschap even met 10 bij de vrije trap van Smeets. En de corner erachteraan. Sillissen met 2 vuisten. Ja, die zonde is daar behoorlijk hinderlijk voor de doelman van Ajax. Dat is Driver. En die bal blijft niet binnen. Diemers slaagde er niet in. Nee, voor Koolhof zit de wedstrijd erop. Het lijkt niet al te ernstig te zijn, maar zoals gezegd, die wedstrijd van vrijdag is feitelijk natuurlijk veel belangrijker. Karim Tarfi zal hem zo meteen gaan vervangen. U ziet hem al het beeld inlopen. Daar is inderdaad Karim Tarfi vervangt Dean Koolhof. Niet helemaal duidelijk wat er nou precies met hem aan de hand is. Maar hij liep toch vrij soepel recht in de kleedkamer. En voor de Graafschap is het te hopen dus dat het allemaal meevalt. Afijn, spel weer hervat. Klaassen. Maar Milik niet zoveel meer kon doen dan die bal instinctief verlengen.
Driver. Het Veldman. Driver kan hem vrij gemakkelijk voor de goal krijgen. El Jebli is geen kopper. En Dijks kan hem naar voren roeien in de richting van Younes. Goedelje sluit weer aan. Duwtje van Younes bestraft. Ten opzichte van Wil. Hier is Diemers. Balverlies van Straalman, Milik met Van der Pavert in duel. En Van der Pavert wint dat. Daar had wel iets meer in gezeten voor Ajax. Dijks. Veldman kleunt erin in dat duel. Sitchek, de inworp is voor de Graafschap. Wordt ook interessant om te zien wat de rol voor Joël Veldman zal zijn volgend jaar. Als Ajax met een fitte achterhoede kan gaan beginnen aan het seizoen. Nu heeft de boer natuurlijk laten staan de laatste week omdat het allemaal goed gaat. Veldman speelt natuurlijk het liefst in het centrum van de verdediging. Diemers. Vermeij. Het is wat kort dat balletje van Vermeij. Een ziekenhuisbal. De Graafschap houdt wel balbezit en Ajax blijft een beetje staan op de eigen helft. Dan de voorzet. Zelt uiteindelijk over de goal van Sillis. Maar je zag hem toch een beetje moeite hebben met de zon. Klein kwartiertje nog. Het eerste bedrijf. Daar gaat Dijks. Gestuit door Tarvi. Milik, Klaassen op de rand van 16 meter gebied. Milik, Tjerny, wat een kans op 2-0. Maar Tjerny, die de score er nog opende tegen Twente, laat die kans liggen. Misschien krijgt hij een beetje gelukkig mee, maar daarna houdt Milik wel het overzicht. En weet hij dat Tjerny helemaal vrij staat bij de tweede paal. Ja, de hoek is misschien lastig. Maar hij zat er wel in gemogen. Sitchek. Weggewerkt door Van der Hoorn. Goed het lichaam gebruikt door Milik. Ja, echt rustig voetbalt Ajax, denk ik pas als de marge 2 is. Of zelfs 3. De wetenschap dat de PSV dus ook op voorsprong is gekomen in Zwolle. Dijks.
Younes. Schudt weer wat mensen van zich af en vindt de ruimte aan de rechterkant bij Czerny. Bielik biedt zich aan. Dijk zou het kunnen proberen met links. En als Klaassen die bal nog getoucheerd had, was Jurjes kansloos geweest. We zorgen nu voor Ajax, want Younes ligt op het gras. Schokt weer weg. Maar uit voorzorg wordt Fischer toch de warming-up ingestuurd. Die zou dus kunnen deelnemen aan twee kampioenswedstrijden. Want hij was erbij met de jonge Ajax toen Sparta op het kasteel kampioen werd. Daar zitten de mensen die geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie. Onder wie Sinkgraaf en Van Rijn. Want iedereen is fit bij de Amsterdammers en dus moesten ook daar keuzes gemaakt worden. Milik krijgt een beuk. Van Tarvi. Ze worden Van der Hoorn en Viergever naar voren gestuurd bij de vrije trap van Goudelje. Van der Hoorn treft zeker met het hoofd tegen Twente. Op aangeven van Younes was dat. Nu Goudelje achter de bal. Serrero. Opgejaagd door drie man van de Graafschap en dus. Lange bal. Younes beweegt ondertussen niet vrij. Beweegt vooral heel voorzichtig. Czerny snijdt zijn directe tegenstander af. Bewandelt dan een enorme omweg, maar uiteindelijk wordt Dijks wel gevonden. Voorzet van Dijks. Klaassen bij de tweede paal. Hier is nog Milik. En dan wordt het uiteindelijk een corner voor Ajax. Uiteraard zij daar ook weer verzameld bij de hoekschop van Goudelje. Veel te kort. Foutje van Viergever blijft zonder gevolg. Vlag blijft omlaag. Slecht meegegeven door Milik. Van der Hoorn onder de bal door. El Jebeli ook geen buitenspel. En dus kan de Graafschap verder met deze aanval. Smeets. Dreuzel te lang. Klaassen. Milik op scherp. Milik weggestuurd. Maar wil. Zoals een rechtsback dat in zo'n situatie moet doen. Steken de rugdekking verzorgd door de rechtsback van de Graafschap.
Dit was wat minder overtuigend van Wil. De bal blijft overigens wel binnen. Waarbij de Ajaxide in die hoek verzameld er een beetje naar staan te kijken. Goedelje deelt uit. Dat is een bewuste overtreding van Goedelje. Dus moet hij zich even melden bij Kuipers. Komt eraf met een vermaning. En dan komt hij goed weg. Wat doet Sillissen daar nou? Die gooit die bal gewoon tegen Vermeij aan. Ja, als de marges klein zijn, de hele competitie al, dan moet je toch oppassen met dat soort slordigheden. Dit is een zwakke paas, veel te hard voor Younes. Nou, Ajax is er nog niet. Sillissen. En daar ineens Vermeij. En inmiddels Smeets. Maar Smeets komt niet tot een schot. Dijks, Younes. Verbijt volgens mij de pijn, Younes. Nu heeft Smeets uitgedeeld. Weer wordt Goedelje daarop dezelfde plek geraakt volgens mij. Het spel gaat verder en Ajax heeft de bal. Tjerny. Tjerny nog altijd. Veldman sluit aan. Alleen Milik eigenlijk voor het doel. Voorzet. Daar is Milik. Maar krijgt zijn hoofd niet tegen de bal. Ondertussen moeten we nog even kijken naar dat moment. Lastig te zien. Hij staat er alweer, Goedelje, dus dat viel mee. Ondertussen in Zwolle, dat wilde ik zeggen. PSV in het doelsaldo een goal dichterbij gekomen, want daar is het 0-2 voor de Eindhovenaar. Goedelje. Driver. Dit lijkt me buitenspel. Ja, dat is het ook voor Tarfi. Slotminuut van de eerste helft. Ajax in de eerste minuten wat onder druk gestaan, maar echt grote kansen creëerde de Graafschap daar niet in. Voorin hebben de Amsterdammers natuurlijk wel een paar spelers die het verschil gemaakt hebben de laatste weken. Vaak was het Younes. Dat was in de 17e minuut op de Vijverberg vanmiddag niet anders. Natuurlijk komt er tijd bij vanwege alle blessuregevallen. Maar het valt mee, 1 minuutje slechts minimaal. Balverlies Dijks.
Tarfi. Viergever in de druk. Echt zijn voet tegen de bal. Goed geluk de bal naar voren gespeeld. En dan blijkt het buitenspel te zijn voor Wil. Daar het uitsignaal van de eerste helft van Björn Kuipers. Hij ligt op koers voor zijn 5e titel als trainer van Ajax. Ajax ligt op koers voor de 34e landstitel dankzij deze man Amin Younes. Die niet helemaal okselvrij meer voetbalt. Fris voetbalt, maar wel het verschil heeft gemaakt in de 17e minuut. Ajax op voorsprong in wat de kampioenswedstrijd moet worden. Het is 0-1 halverwege op de Vijverberg. Welkom terug op Fox Sports 3 in ieder geval. Daar staan ze weer klaar voor de tweede helft. Nog drie kwartier duurt het reguliere seizoen 2015-2016. En als Ajax in die laatste drie kwartier van het seizoen die 1-0 consolideert of uitbreidt, dan is het wat moet heel gek gaan lopen daar in Zwolle. Voor de 34ste keer de beste van Nederland. En minstens zo belangrijk, ticket voor de Champions League. Daar. Peters geblesseerd en Prupper geschorst. Maar beide vrijdag weer van de partij. Straalman, vervanger van Prupper, die zijn 10e gele kaart dus kreeg. Dat is fors. Ja, ook in de rust is het veld weer gesproeid wat dat betreft. Voldoet de Graafschap meer dan de sportieve plicht. Drie kwartier nog in de Eredivisie. En voor de Graafschap uiteraard nog een toetje. En als Ajax deze 1-0 over de streep weet te trekken of nog uitbreidt, dan zijn ze voor de 34ste keer de beste van Nederland. Maar het is even wachten tot ze in Zwolle ook zover zijn. Het protocol schrijft voor dat de tweede helft tegelijkertijd moet beginnen. Bovendien pruttelen de sproeiers nog wat na. Zolang die sproeikoppen niet de grond inzakken, kunnen we natuurlijk niet beginnen. Dit is veel te gevaarlijk. Kijk, daar gaan ze. Maar nog niet allemaal. Hij staat nog steeds in sproeien. Dat is ook wat. Een sproeikop die de boel ophoudt. Nou, zo wordt het opgelost. En dan gaan we dan voor de laatste helft voetbal van dit seizoen. Milik staat meters buitenspel. Die zal zich niet met deze aanval bemoeien. Goedelje. En Czerny. Kreeg de beste kans op 0-2. Jepri is handig in de kleine ruimte. En Driver heeft heel veel ruimte daar op links. Driver met de voorzet. El Jepri komt niet tot een kopbal.
Dit is een overtreding van Smeets ten opzichte van Younes. Counter eruit gehaald. Klaassen. Milik. Czerny. Steun van Serrero. Vervanger dus de laatste weken van Bazour. Nogal wat spelers op de bank bij Ajax die het seizoen als basisspeler begonnen. Bazour, Riedewald, Tete. Riedewald en Tete kregen te maken met zware blessures. Veldman met de voorzet. Milik naar de grond. Het is niks. Oordeelt Kuipers. Tackle van Dijks op de bal. En daar staat nog Veldman. Veldman zou het kunnen proberen. Heeft voorkeur voor zijn rechter. En komt niet tot een schot. Veldman. Goedelje pikt op. Goedelje kan natuurlijk ook uithalen. En Jurjes nog. Met de hand. Lastige bal. De actie van Veldman kort naar rust dus. En daar het duel. Nee, er is niet zo gek van aan de hand. Tussen Wil en Milik. Vervolgens de uithaal van Goedelje die nog wordt aangeraakt. Dat maakt het voor Jurjes alleen nog maar gecompliceerder. Hoekschop Goedelje. Serrero. Geplaatst. En Milik wil het met de hak doen. Druk van Ajax in de eerste minuten van de tweede helft. Om de klus dus snel te klaren. Om voor rust te zorgen. Milik helemaal vrij. Hoekschop weer van Goedelje. En Jurjes met de reflex van heel dichtbij. De Graafschap wankelt. Maar valt nog niet om. Het is niet de eerste reflex van Jurjes in deze wedstrijd als Veldman. Geweldig hoog springt, goed timed. Als je kopstoot gekeerd ziet door de doelman van de Graafschap. Ja, niet de grootste natuurlijk, Veldman. Maar als je hoog springt, dan kom je nog een end. Czerny. Serrero. Klaassen. Klaassen met Van der Pavert. Milik misschien nog. Dat was een straalman Van der Pavert daarna. Maar ze wil Ajax snel de definitieve beslissing forceren. Het leidt met 1-0. Pas bij een tweede treffer zit je natuurlijk rustig. Serrero. Czerny. Milik. Aan de buitenkant naar Younes. Younes met de actie die je voelt aankomen. En weer de redding van Jurjes. 3-4 doelpoging al van de Ajax in de tweede helft. Die nog geen 6 minuten oud is. De meeste reddingen van allemaal, dat is natuurlijk niet zo gek, want hij staat in de goal bij een ploeg die tegen degradatie knokt. En directe degradatie dus heeft vermeden, mede dankzij Jurjes. Goede doelman geworden dit seizoen, sterke ontwikkeling.
naar de andere clubs ook in de gaten. Milik. Gestrekt been, zegt Kuipers. Die staat vlak bij de situatie. Gestrekt been van Wil. En daar valt wat voor te zeggen. Dat is een van de weinige spelers bij de Graafschap die met Eredivisie ervaring aan dit seizoen begon. Goudelje met de vrije trap die scherp indraait, maar langs alles en iedereen en ook langs de paal. Mooie vrije schop van Goudelje, Milik net onderdoor. En ook viergever. Kan er net niet bij. Goudelje. De slordig van Goudelje. Overname de Graafschap voor mij. Zit niet de snelste van de Eredivisie. Siddersen. Dijks. Aangetikt door El Jebeli. Dijks blijft even liggen. Ja, Ajax wil tempo maken van de Hoornel. Dat die heeft niet in de gaten dat achter hem zijn ploeggenoot het uitkern van de pijn. Hier komt de Graafschap. Met Smeets en de gelijkmaker. Het is 1-1 op de Vijverberg. Ajax dringt aan. Maar Smeets met een droge schuiver voor de 1-1. En weer een wending in deze competitie. Want Ajax kan aan de bak. Aanval via de rechterkant. Kijk eens naar de ruimte bij Smeets. De voorzet is perfect en hij kan daar heerlijk tegenaan lopen. En Sinners heeft geen kans. Het is een fraaie treffer van de middenvelder van de Graafschap. Maar wat staat hij daar vrij? Zijn eerste in de Eredivisie. En wat een moment om die goal te maken. Ajax drong aan. Ajax nam Jurjes onder vuur. Maar is de koppositie nu virtueel kwijt. Nee, nog 35 minuten. Dijks kan niet verder. Riedewald gaat komen.
alsof de landstitel voor de Graafschap op het spel staat. Zo groot is het feestje wat nu gevierd wordt naar de gelijkmaker van Smeets. De superboeren. Die in ieder geval niet rechtstreeks gedegradeerd zijn. Vandaar toch even de zorgelijke blikken bij de Amsterdammers. Riedewald is in de ploeg gekomen voor Dijks. Riedewald. Bal onderschept. Overname de Graafschap. Vermeij. Driver ten aanval, maar het balletje is niet goed. Ja, voor de Graafschap rest er eigenlijk niet meer dan het doen van de sportieve plicht. En dat doen ze. Meer dan dat. Je kunt geen enkele speler verwijten dat ze niet alles geven. Hier is Tjerny voor Ajax. Klaassen. Ingeleverd bij Tarfi. Jurjes ruimt op. Het is een reden tot zorgen, niet tot paniek. Daarvoor is er nog genoeg tijd voor Ajax om de overwinning te forceren. Hier gaat Younes. Corner voor de Amsterdammers. Hij zou de schaal natuurlijk moeten uitreiken. De replica in Zwolle wordt eventueel uitgereikt door Gijs de Jong. Hier is de hoekschop. Goedelje verlengt. Veldman niet. Smeets. Nee. Geen Smeets, daar is Serrero. Veldman. Tjerny. Ja. Kun je uitleggen als een vroege wanhoopspoging van de jonge Tsjech. Goedelje krijgt weer te maken met Smeets, maar draait zich er knap uit. Tjerny ligt op snelheid aan de rechterkant. Goedelje gaat het zelf doen. Goedelje met een fraaie poging. De bal wordt nog aangeraakt en dus is het een corner. En hij maakt nu wel haast, maakt tempo. De hoekschop, Jurjes blijft staan. En weer was daar Veldman. Goed weggedraaid. Goedelje. Tjerny rechts. Besluit het zelf te doen. De bal krijgt natuurlijk een effect via de teen van der Pavert. Maar net over de lat. Boven Jurjes. Een veldbal met alles wat hij heeft. Maar het is niet voldoende. Het gebeurt niet vaak. Uniek zou het niet zijn. Een wisseling van de koppositie op de laatste speeldag. De eerste titel van de Boer komt op die manier tot stand. Een overwinning op Twente in de arena. Hier is Tjerny. Ajax heeft nog een half uur om dat te voorkomen.
Tjerny voorzet en Milik niet, Klaassen niet. Hij valt voor Jurjes. Het zal niet het laatste hachelijke moment zijn in het 16 meter gebied van de Graafschap. Want wat wordt het geweldig spannend het laatste half uur van het seizoen 2015-2016 in de Eredivisie. Eén oprisping van de Graafschap in de tweede helft. Hij heeft deze middag op zijn kop gezet. En dus tussen hoop en vrees. Driver. El Jebli. Vermeij met de Smeets. Ja, die heeft de smaak te pakken. Het was echt een prachtig doelpunt van Smeets. Heel bekeken ingeschoten. Tegen de raads, binnenkant voet. Straalman. Driver. Milik. Misverstand met Tjerny. Natuurlijk is het voor de mensen op de Vijverberg een happening. Spelen tegen Ajax. Laatste overwinning overigens van de Graafschap op Ajax dateert van 1976. Ondertussen krijgt de thuisploeg een hoekschop. Daar de beweging in de dugout van Ajax, El Ghazi. Eén noodgedwongen wissel natuurlijk. Dat is vervelend als je extra aanvallende impulsen wilt brengen aan je ploeg. Vermeij. Tjerny ruimt op. Jurjes rost de bal in de richting van de Paavert die daar nog staat. Van de Hoorn verdedigt. Vermeij met Riedewald. Van de Paavert vlaggen ze omhoog voor buitenspel. Zeer opvallende wissel bij Ajax, want het nummer 9 gaat omhoog. Het is Milik, volgens mij niet geblesseerd. Die eraf wordt gehaald door de Boer en El Ghazi zijn vervanger. Zat absoluut niet in de wedstrijd. Net als vorige week niet Milik, maar goed. Schiet hem toch vrij gemakkelijk binnen over het algemeen. Maar zijn seizoen zit erop. El Ghazi gaat in de spits lopen. Om het allemaal nog gekker te maken, deze ontknoping in de Eredivisie. Heeft Zwolle het ook weer heel spannend gemaakt daar. Is het 1-2 geworden. Daar gaat El Ghazi. En dit is buitenspel, oordeelt assistent scheidsrechter die even de tijd nam voor die beslissing. En dat duidt op twijfel. Maar hij heeft het goed gezien. Meer snelheid, meer diepgang El Ghazi ten opzichte van Milik.
Echt de spanning in Zwolle was van korte duur. Het is nu 3-1 daar voor PSV. Ajax zal het zelf moeten doen. El Jebli, Diemers. Ruim over. El Ghazi met Straalman. Riedewald. El Ghazi. Oh, slippertje van Viergever levert de Graafschap balbezit op. En dan kan dit helemaal wat opleveren als El Jebli weg is. Maar dat is niet de snelste. El Jebli, grondgevecht. Smeets. El Jebli. Diemers. Schot geblokt. El Jebli buitenspel. Kwart wedstrijd nog. Zinderende spanning in Doetinchem. Pavert. En de inworp is voor Ajax. El Ghazi zat daar niet aan. Hij begon aan een bevlogen invalbeurt, El Ghazi. Czerny durft er niet aan om te schieten, Goedelje. Hij is op de been. Ja, er waren geen geschikte opties blijkbaar voor Goedelje. Klaassen. Riedewald, diepte gezocht bij El Ghazi. Hier is Jeuyers. En risico genomen door de doelman van de Graafschap. Het was kans op kans tot de gelijkmaker eigenlijk van Smeets. Maar daarna heeft Ajax heel weinig meer gecreëerd. Dat doelpunt van Smeets viel toch alweer een kwartiertje geleden. Nog 20 minuten. Zo begint het af te tellen. Younes, drie man kwijt. Younes, Klaassen kiest positie. Goedelje komt, maar Driver is attent. Serrero, bal kwijt. Natuurlijk leunt de Ajax naar voren en dat levert de Graafschap ruimte op in de tegenstoot. Met Vermeij en Smeets voor het doel is deze voorzet niet goed. Recht in de handen. Ongekende vrijheid weer voor Smeets. Niet meer mis, dacht men. Na die 4-0 overwinning op Twente. Alleen nog even winnen tussen aanhalingstekens op de Vijverberg. Maar de Graafschap is uiterst taai. Ajax staat nog op 1-1. Hier komt Younes. Younes buitenom.
De kapbeweging. De bal is achter geweest. Laatste troef van Ajax heette Fischer. Fischer komt voor Tjerny. Niet het verschil kon maken zoals vorige week tegen Twente. Fischer. Weggezet door Sitchek. Tempo is laag. Er is weinig beweging bij Ajax. Serrero. Veldman. Fischer naar Goedelje. Eindelijk wat diepgang. Goedelje lage voorzet. In de zoveelste corner voor Ajax. Via de voet van Van der Pavert. En al die hoekschoppen hebben één hele grote kans opgeleverd voor Veldman. Begin van de tweede helft, nog op een 0-1 stand. Daar is hij weer, Joël Veldman. Daar is ook de hoekschop. Fischer, net uit balans. Serrero met de buitenkant, het is een afzwaaier. Het is eigenlijk een kopie van de thuiswedstrijd die Ajax tegen de Graafschap speelde in de Arena. Lang 1-1, 20 minuten voor tijd. Fraaie goal van Bazour, dat was toen de winnende. Het nagelbijt is begonnen. En als je er geen invloed meer op hebt, is de spanning alleen maar groter. El Ghazi. Fischer, eerder bij de bal. Fischer is er vandoor. Fischer met de mogelijkheid. Al wordt de hoek lastiger. En is Van der Pavert, zoals heel de Graafschap vanmiddag, uiterst taai en volhardend. En krijgt hij er nog een voet tegen. Goedelje. Serrero. Terug naar Goedelje. Maar de voorzet met de linker. Komt hij wel gewonnen. Younes in de kleine ruimte. Weer het blok. Nu van Tarfi. Een kwartier nog. Riedewald naar Younes. Younes, El Ghazi niet. Van der Pavert met volle overtuiging. Veldman. Ajax ziet er blijven staan in het 16 meter gebied. De druk zal gigantisch worden op de goal van de Graafschap in het laatste kwartier. Maar wat heeft deze ploeg zich toch ontwikkeld, de Graafschap? Getoodverfde degradatiekandidaat aan het seizoen begonnen. Maar nu dwarsligger in de kampioenswedstrijd. Wat de kampioenswedstrijd zou moeten zijn voor Ajax. Klaassen.
Natuurlijk is het ook een slijtageslag in de hitte. We zitten nog in de tank. Een lang en slopend seizoen. Serrero. Bij Klaas is het leeg. Serrero heeft nog wat. Ajax heeft de bal. Goedelje vaak als winnaar uit de bus in dit soort momenten. Gele kaart. Voor Straalman. Is het te ver om het ineens te proberen of heeft Goedel iets magistraals in petto? Goedel. Zijn reactie is echt voldoende. Teleurstelling, frustratie. Bij de Graafschap heeft zich een aantal spelers zich helemaal leeggeknokt. Onder wie Sitchek, de linksback. En Bauma gaat in de ploeg komen. Vreselijke blessure aan het begin van het seizoen, Bauma. Smeets wint weer eens een duel. Hier is Driver. Bauma is zelfs helemaal terug naar Jurjes. Ja, Smeets laat zich niet wegzetten, de hele middag al niet. Voetballeven lang, Jupiler League, Brian Smeets. Maar een hoofdrol vandaag op de Vijverberg. Riedewald wint het duel als Van der Hoorn door de Boer naar voren is gestuurd als extra spits. Het is alles of niets nu. Een goal nodig voor de titel. Maar de Graafschap blijft weerstand bieden. En zeer hardnekkig. Nog 10 minuten. El Ghazi van der Hoorn. Ja, dat is geen spits. Die rekent daar niet op. Anders had hij oog in oog gestaan met Jurjes. Mike van der Hoorn. Echte spitsen gokken op zo'n moment dat de ploeggenoot het kopduel weet te winnen en anticiperen daarop. Maar Van der Hoorn komt pas in beweging nadat het kopduel gewonnen wordt door El Ghazi. El Ghazi opnieuw. En eigenlijk hetzelfde principe. Het zou eigenlijk andersom moeten zijn. Van der Hoorn zou de man moeten zijn die wel eens aangaat daar en El Ghazi daaromheen. Van der Hoorn weet dat hij buitenspel stond. Diemers terug naar Jurjes.
Het echte slotoffensief van Ajax is het toch ook nog niet? Veldman, de bal weer naar voren pompen richting Van der Hoorn. El Ghazi is wel in beweging, maar ook deze is voor Jurjes. De vermoeidheid spat van het gezicht van Van der Hoorn. Bijna 30 graden op de Vijverberg. Het heeft geweldig veel kracht gekost. Dus zoeken naar een kleine beetje energie om deze wedstrijd nog over de streep te trekken in de slotfase. Younes, heeft hij nog wat? Younes, Fischer krijgt hem ook niet lekker mee. Riedewald pikt op. Fischer. Younes. Van der Hoorn, El Ghazi zijn voor de goal. En daar valt hij weer goed voor de Graafschap. En niet goed voor Ajax. Na de demarrage van Amin Younes. Aan de andere kant voor mij, die de bal weet binnen te houden. Na een sprint van 50 meter, want hij perst er ook nog alles uit. De dribbel is prima, de voorzet is goed, maar geen Amsterdams been tegen de bal. De hoekschop van de Pavert bij de tweede paal in de handen van Sillissen. Vuurpijl van Sillissen. El Ghazi zet zijn lichaam erin. Fischer. Fischer, Klaassen, Younes. Ajax komt. Younes naar zijn rechter. Schot geblokt. Younes nog een keer over het been van Straalman. Het is veel te weinig voor een penalty. Goedelje. Tarvi ruimt op. Veldman even terug. Naar Sillissen. De Graafschap blijft nu staan op de eigen helft. Er zit het begin van het echte slotoffensief van de Amsterdammers. El Ghazi. El Ghazi had meer tijd en ruimte dan die Ergin had. Maar weer een kansje. Daar een duel met Younes. Hij zoekt het contact met Straalman. Van der Hoorn, nuttig met die kopduels. Fischer terug naar Van der Hoorn. We willen naar Younes spelen, maar dat mislukt helemaal. Ongekende spanning daar in het vak van de Ajax supporters. Van de Pavert. Met alles wat hij heeft. En Van der Pavert raakte daar ook nog het hoofd van der Hoorn. En dus wordt het spel even stilgelegd. Want de aanvoerder van de Graafschap heeft echt pijn.
zijn toch de allerlaatste instructies om nog iets te kunnen forceren in die slotminuten. Ajax dat de laatste speeldag te maken kreeg met een ploeg die speelt in de geest van de streek. Altijd de volle bak. En is cadeau doen. Kan de schaal weer terug in de achterbak van Oostveen? Of zit er nog een allerlaatste potwending in? In dit zinderende seizoen qua spanning. Vier keer kampioen. De eerste keer in 2011. Na een onwaarschijnlijke inhaalrace. Nu was het Ajax waarop gejaagd werd de laatste weken. Amsterdammers hadden het vaak moeilijk. Maar hielden stand. Maar dit zijn de laatste minuten van de competitie. El Ghazi, Van der Hoorn of Van der Pavert. De aanvoerder van de Graafschap, Van der Hoorn, krijgt misschien nog een herkansing. Maar Wil herstelt zijn eigen fout. Younes. Voorzet van Younes is scherp. Jurjes bokst weg en paniek bij Diemers. Klaassen weer naar Younes. Eén man kwijt, twee man kwijt. Younes, nog een keer Younes. Nog altijd, maar dan verslikt hij zich. Is het uitverdedigen van Smeets vol risico. En is het nu 3 tegen 1 met El Jebeli, Smeets en Vermeij. Is het Smeets die Ajax het das om gaat doen? Nee, want daar is Siddersen. En dus nog altijd die spanning. En weer Ajax met de Riedewald. Overtreding. Serrero geblesseerd. Kuipers druk met de administratie. En Ajax dat haast heeft. Nog een minuut. Ook Smeets geblesseerd. Een fysieke uitputtingsslag op de Vijverberg. De kans voor Smeets. Op de 2-1 voor de Graafschap. En hier de gele kaart. Voor Tarfi. Komt Vida nog bij de Graafschap. Doelpuntenmaker voor de Graafschap in de arena. Maar Smeets kan niet verder. Ja, Smeets gaat er weer bij liggen. Er wordt om een brancard gevraagd. En die is nog even niet voorhanden. Zitten ze dan maar. Daar loopt Vida het beeld in. 4 minuten extra tijd, dat worden er wel 5. Wordt al gecorrigeerd door de field official. 5 minuten staat er op het bord. En alles iedereen langs de bal. En dus een doeltrap. Valt hij nog goed in die laatste minuten? De extra minuten van deze competitie. Ongeloof bij Henny Spijkerman die het hoofd al schudt. Ligt de laatste bananenschil van het seizoen dan toch op de Vijverberg. El Jebeli. El Jebeli wint het duel. Probeert er een corner uit te halen. Dat lukt niet. Maar de Graafschap op de helft van Ajax heeft de bal. En de tijd tikt door. Diemers. Nu is de Graafschap de bal kwijt. Fischer.
Goedelje, dan maar op goed geluk richting El Ghazi en Van der Hoorn. Younes. Stevig inkomen van Wil, waar het mag van Kuipers. Voorzet van Wil. Fischer. Bal weer naar voren gepompt. Richting Van Doorn. Van de Pavert wint het kopduel. Fischer pikt op. 2 minuten zijn er verstreken. Ook Riedewald ten aanval. El Ghazi. Voorzet van El Ghazi. En dan zijn ze de bal kwijt bij de Graafschap. Pikt Klaassen hem op. Misverstand. En uiteindelijk toch weggewerkt. Veldman naar Serrero. Nog 2,5 minuut. Viergever. Viergever van de Hoorn. Tarvi voor de Graafschap. Eindsignaal heeft geklonken in Zwolle. PSV wint. Ajax heeft een goal nodig. Veldman, Van der Hoorn, Younes pikt hem op. Younes. En wat oordeelt de Kuipers? Die geeft een doeltrap. En dat klopt. Wanhoop heeft daar inmiddels plaats gemaakt voor ongeloof. Want wat nagenoeg iedereen toch voor onmogelijk hield, dreigt te gaan gebeuren. El Jebri, we zitten in de laatste minuut. El Jebri richting Vermeij, Veldman komt hem in de voeten. Maar een overtreding gezien door Kuipers en dus kan Ajax nog 1 keer alles en iedereen naar voren sturen. Met nog een halve minuut te gaan, Siddissen zal hem naar voren trappen. Naar voren, iedereen, ook Veldman. Maar dan valt hij eigenlijk in het niets. En als El Jebri de bal binnenhoudt, lijkt het gedaan te zijn voor Ajax. El Jebri doet het heel rustig aan. Vermeij nog naar zijn rechter en de bal de tribune zit. Iedereen kijkt naar Kuipers. Vindt hij nog reden voor extra tijd, na de extra tijd? Het antwoord is nee, want daar is het laatste fluitsignaal van Kuipers. Een krankzinnige ontknoping van de Eredivisie van het seizoen 2015-2016. Want niet Ajax, maar PSV is kampioen van Nederland. De frustratie, de teleurstelling, het ongeloof is gigantisch bij de Amsterdammers. En de Graafschap viert feest alsof ze zelf kampioen zijn geworden. De snelle openingsgoal voor de Amsterdammers leek rust te brengen van Younes. Kansen daarna op 0-2. Een geweldige mogelijkheid voor Tjerny. Een 1 uitval in de tweede helft. Waar Smeets het voortreffelijk afrond. Ajax. Wat daarna de krachten zag wegvloeien. Niet heel veel kansen meer creëerde na dat doelpunt van Smeets. Af en toe wat hachelijke momenten voor de goal van Jurjes. Maar dat doelpunt kwam er niet meer. Dus is de ontgoocheling... Het verdriet. Enorm. Er zijn spelers van de Graafschap die zich nu ontfermen over de teleurgestelde Ajaxiden. Die kun je niets verwijten. Die hebben gedaan wat ze moeten doen. Volle bak geven in iedere wedstrijd. Zoals ze dat vanaf het eerste duel hebben gedaan. Maar wat
een dreun voor Ajax. Twee keer verloren slechts. Hij zal zijn broer aan de lijn hebben. Dat wordt een hele dikke vakantie. Prupper. Twee nederlagen slechts voor Ajax. Tegen PSV en tegen Utrecht. En in maart, die wedstrijd in Eindhoven, leek Ajax het naar zich toe te draaien. Door een gelijkspel tegen Utrecht werd het spannend. Konden de Amsterdammers zich niets meer permitteren. Geen puntverlies. En dat is precies wat er gebeurt in Doetinchem op de Vijverberg. Maar dat het de laatste jaren, als het hier in de Eredivisie op bezoek kwam, veelvuldig op losscoorde. Sportiviteit bij El Jebli. Maar ze kunnen het nauwelijks bevatten. Geen directe plaatsing voor Champions League. Dat hangt eraan vast. Dat worden de voorrondes. Dat is van latere zorg. Een hele zomer om die teleurstelling een plek te geven. Maar dat dit nog misgaat, is onwaarschijnlijk. Is ongelooflijk. Maar het gebeurt wel. Hij zal een eregast zijn, ook al heeft hij vanavond geen rol gespeeld. Vanmiddag geen rol gespeeld. Prupper op het feestje van de broer. Die zal ongetwijfeld Smeets meenemen als aanhang. Die krijgt een ereonthaal natuurlijk. En natuurlijk is het ook zo dat Ajax het vandaag wel heeft laten liggen. Dat heeft de kansen gehad. Die kansen niet benut. Een onwaarschijnlijke taai. De Graafschap tegenover zich. De laatste Ajaxiden strompelen nu het veld af. El Ghazi. Goedelje als allerlaatste. Waar iedereen dacht dat ze het sterker geachte PSV achter zich zouden laten. Zat er dus nog één plotwinning in op de laatste speeldag in Doetinchem. Ajax speelt met 1-1 gelijk tegen de Graafschap. Maar bovenal verliest het kampioenschap.